Nee, Jeremy, fuck. Jongen, dit is zo dom. Yo mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Sims 4 video. Vandaag bij Altijd Compilaties, mijn naam is Jeremy. En vandaag gaan wij verder met het leven van de Sims. Ik heb jullie vorige aflevering alweer gevraagd welke sim ik zou moeten maken. Dus eigenlijk heb ik nu bijna elke aflevering gevraagd welke sim ik moet maken. En eigenlijk komt er gewoon elke aflevering komt er weer een nieuwe sim bij. Dus ik heb maar gewoon besloten dat we elke carrière één sim geven. En dan gaan we gewoon lekker spelen. Dus iedere aflevering ga ik dus een nieuwe sim uitkiezen om te maken. Dus degene die de vorige keer het meest is gekozen is... Tromgeroffel graag. Het is James Bond. Dus vandaag gaan we maken Agent 007. James Bond. Opscheertje voor James Bond, jongens. Wie stemt voor? Oké, dan niet. Hij is wel lastig hoor, James Bond. Waarom zit dit gat hier dan nog? Wat is dit? Oh, en de achter ook. Oh my god. Alledaagse kleding. Dit is dan zijn formele kleding. Dit is zijn sportkleding. Zo, dit is zijn vissa-kleding. En dit is dan als laatste zijn badkleding. Nou, James Bond is ingetrokken bij ons in ons gehele gezellige huisje samen met Miley Cyrus, Jeremy, Badr Hari. En dan nu ook James Bond, die nu al gelijk aan fucking eten zit. Net zoals Badr Hari, die stond vorige keer ook al gelijk bij de koelkast. Verdorie. Jij moet over 10 uur werken, Badr Hari moet over 7 uur werken en ik heb geen baan. Ik heb gewoon geen baan, ik laat mezelf hier gewoon een beetje bij derpen. Ik weet eigenlijk niet. Zo, dus James Bond gaat nu een carrière uitzoeken. En natuurlijk weten we nog niet welke we gaan kiezen, want het is natuurlijk nog echt... Nou ja, jullie weten het al natuurlijk. We gaan geheim agent kiezen voor James Bond. Wat we nu hebben gehad is geheim agent, entertainer en atleet. Dat hebben we nu gedaan. Voor de volgende keer wil ik dat jullie gaan commenten voor Tromgeroffel. Graag. Ik wil dat jullie gaan commenten welke crimineel ik moet gaan maken. Dus voor de volgende keer wil ik graag criminelen hier zo beneden zien die jullie willen dat ik maak in de volgende aflevering. Dus James Bond is nu ook letterlijk James Bond. Maar zijn dagtaak is kennis onderzoeken. Naar kennis zoeken. Kennis. Kan je dan iets lezen met kennis of zo? Ik gok zo dat wij iets moeten kopen voor hem. Ja, we moeten sowieso eventjes shit ombouwen, want we moeten er een bed bij. We zijn weer terug en het is helemaal gemaakt. En ik vind het echt zo vet geworden. Ik vind het echt gewoon wow. James Bond, kom eens eventjes hier. Jij hebt namelijk een hele vette ruimte gekregen voor jezelf. Ik heb dit echt zo vet gemaakt, vind ik zelf. Ten eerste, wat jullie hier een beetje zien. Ik heb de ruimte opgesplitst in twee delen. Waardoor je zeg maar daar rechts gewoon zo iemand krijgt die daar kan zitten. En dan kan hij hem daar vanaf daarover horen. Want kijk wat ik heb gedaan, hè. Oh, er zitten daar van die ramen dat je kan kijken naar hem. Oh, get rechts aan. Oh, en dat vond ik wel een vet idee. Dus ik dacht, ik heb dat gedaan. Ik heb daar wat prikborden gehangen en zeg maar dit. Want hij moet dit. Hij moet dit spelen. En dan heb ik hier zo'n flatscreen en hier wat van die losse tv'tjes dat hij van wat camerabeelden in kan bijhouden. En dan zit hier... Ja, ik vind het wel vet geworden hoor. Ik vind het echt vet hoor. Dus iedereen die krijgt een beetje zijn eigen ruimte hier zo in dit hele gedoe. En ik hoop dat hij nu een beetje kennis krijgt door dit gedoe wat hij nu aan het doen is. Inzicht, dat is niet kennis. Jongens, how to kennis. Ik heb geen idee. Hij had het nu al moeten doen, zeg maar. Maar dat is dus niet het geval. Oh shit, hierboven moeten we ook nog de slaapkamer doen. Oh. Nou, de bedden boven zijn ook gedaan. Ik heb een beetje wat extra ruimte vrijgelaten. Aangezien er nog best wel veel sims bij moeten hier zo in dit grote huis. Dus ik heb het gewoon eventjes zo gelaten. En we kunnen er nog één verdieping op doen. We kunnen drie verdiepingen hier zo in het huis. Dus hierboven kan ook nog een verdieping. En we kunnen natuurlijk nog hierachter dit hele kleine stukje gebruiken. Dus ik denk dat er nog wel aardig wat in gaat passen. Ik heb geen flauw idee hoe wij kennis kunnen fixen. Drie boeken uitlezen. Dus dat is gewoon een boek lezen. Kennis. Laten we dan maar gewoon iets lezen. Weet je wel? Dus lees iets gewoon. Hij pakt gewoon een boek en dan gaan we gewoon eventjes lezen. Nou, Badr gaat naar werk. Hij gaat naar werk. Hij gaat gewoon werken. Hij gaat het even doen. Je kan hier zo plantjes allemaal plukken. Oogsten, graven. Jeremy wordt gewoon de graver van ons. Gewoon de graver. Fucking ding staat alweer aan. Hij staat altijd aan, dit ding. Jongens, zet het gewoon eens uit. Stroomverbruik, jongens. Niet normaal. Jij staat gewoon echt helemaal niks te doen. Waarom ben je nou weer flirt? Wat heb jij voor een boek gelezen? Wat heb jij voor een boek gelezen, Bond? James Bond, wat heb jij voor een boek gelezen? Wat ga je doen? Nee. Ik moet kennis fixen. Hoe dan? Kan ik dat op de computer doen, kennis? Ja, kennis doorzoeken. Yes.
Gewoon op de computer kan hij dat doen. Hij heeft wel een zieke computer. Hij heeft een betere computer dan dat ik heb. Een beetje jaloers wel, eigenlijk. Waar is het nou gebleven? Waarom heb je hem daar neergezet? Je dacht zo van, nee, dit ding is veel te zwaar. Die gaan we even ergens anders zetten. James Bond, je bent nog steeds erg flirterig. Volgens mij zit je gewoon, oh my god, ja, ik weet al wat hij zit te doen. Daarom was hij net ook flirterig. Ik weet het alweer. Even kijken waar Miley is, want die moest... Die moet werken, noob. Ga naar je werk, man. Miley is zo fucking irritant om te besturen. Ze gaat gewoon niet naar de werk als ze naar de werk moet. Dat ding staat weer aan. Ik word er niet goed van. Zet het uit. Ik ga dat ding echt verkopen dadelijk. Ik word er echt niet goed van. Wil jij dat eventjes yoghurt eten? Je kan ook gewoon eventjes wat koken. Diner serveren. Nee, Jeremy, fuck. Jongen, dit is zo dom. Blus het. Oh my god, dit is niet normaal. Ja, tuurlijk gaat dat ding aan. Oh my god, brandweer. Oh, politie, 112. Shit, man. Jeremy, ik dacht nog, jij kan dit goed. Jij bent gelijk helemaal getraumatiseerd natuurlijk van je... Random Badahari appeared. Echt ongelooflijk. Jeremy, je bent echt kluns, jongen. Oh my god, ik dacht, wat is dat geluid, maar... Dat stomme ding staat weer aan, jongen. Ik word er niet goed van. Ah, eindelijk. Dat ding is kapot. Yes. It's kapot. En we gaan het... Ik wil het niet laten repareren, maar ik moet eigenlijk wel even iemand laten repareren. Waarom lopen er alleen maar oude mensen hier in deze buurt? Er zijn nu al 2 oude mensen. Oh, daar komt nog iemand aan. Nog een oud iemand. En wie is dat? Nog een oud iemand. What the fuck? Wie is dit? Ja, dat is een man. Die hoeven we niet. Nou, nu Badder zo een beetje aan het badderen is. Nee, aan het boksen is. Wil ik deze aflevering graag afsluiten? Vond jij dit nou een leuke aflevering? Laat dan even een like achter. En vergeet ook eventjes niet te abonneren op altijd compilaties om helemaal niks te missen. Volg me ook eventjes op Twitter. Dan mis je gewoon echt helemaal niks. Ik wil jij nogmaals bedanken voor het kijken. En ik zie jou later.